Hi, leuk dat je weer kijkt naar een videoblog van. En vandaag ben ik in Berlijn. Ik ben vlakbij het Bodemuseum. En ik ga het vandaag hebben deel 2, einde van de luiheid. Doe je tv weg. Ik heb het in deel 1 gehad over einde van de luiheid, doe je bankstel weg. Maar vandaag ga ik het hebben over einde van de luiheid, doe je tv weg. Zoals ik in deel 1 dus heb verteld, je bankstel zorgt alleen maar voor meer luiheid. Maar een bankstel is niet het enige, het is vaak een combinatie van bankstel en tv. Oké, bankstel en tv zijn eigenlijk een beetje aan elkaar vastgevoerd. De meeste mensen hebben bankstel en dus ook een tv. Dat is gewoon eigenlijk zo normaal als paraplu opsteken als het regent. Nou, ik zelf heb een jaar of 3 geleden besloten om mijn tv de deur uit te doen. En daar had ik verschillende redenen voor. Allereerst, ik ging verhuizen destijds en ik had eigenlijk gewoon geen zin om een nieuwe aansluiting te nemen. En dat kostte allemaal werk. Dus dacht ik eigenlijk van laat ik ook gewoon die hele tv gewoon weg. Want ik wil eens gewoon kijken hoe het is zonder tv. Oké, dat heb ik dus gedaan. Ik heb geen aansluiting meer genomen. Ik merkte dat de eerste weken, kost me wel moeite om andere activiteiten te verzinnen. Ik ging veel aan de computer toch zitten. Maar ik kwam ook meer toe aan dingen die ik echt leuk vond, zoals muziek maken. Voorheen zat ik soms wel hele avonden, 3 of 4 uur, lag ik op mijn bed tv te kijken. En vaak ging het zelfs door dat ik eigenlijk alleen maar aan het zappen was. En dat ik, ik was eigenlijk constant aan het zappen en soms was ik zelfs gewoon, wilde ik eigenlijk gewoon gaan slapen. Maar bleef ik doorgaan met zappen en ging zelfs soms 2 uur in de nacht door met tv kijken. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet wilde. Ik had gewoon moeite om de stroom te stoppen van tv kijken. Nou, ik merk heel erg dat het helemaal niet zoveel uitmaakt of je wel of geen tv kijkt. Want eigenlijk mis je tegenwoordig helemaal niks meer. Was voor tv nog vooral een informatiebron voor het nieuws. Of actualiteitsprogramma's. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer zo. Tegenwoordig vind je natuurlijk heel veel informatie gewoon op internet. Dus waarom zou je nog een tv moeten hebben? En tv zorgt heel erg voor nog meer luiheid. En je ligt al op die bank, je bent al in een abnormaal ontspannen sfeer. Tv zorgt ervoor dat je bent lichamelijk ontspannen. En nu ben je ook nog eens geestelijk ontspannen. En eigenlijk zet jezelf open voor wat er op tv komt. En het merendeel van wat er op tv komt, is alleen maar gericht op consumeren. Elk programma heeft reclameblokken. Elk programma komen artikelen in voor die jij weer moet gaan kopen. Dus eigenlijk het enige wat je aan het doen bent, is je ligt op de bank en je stelt jezelf open voor reclameboodschappen. En voor consumeren. Nou, mijn ideologie is dat je vrij moet worden en los van deze... van een consumptiemaatschappij die jou alleen maar dom en saai en lui houdt en je hele creatieve geest doodt. En tv is natuurlijk één van de grootste veroorzakers ervan. Tv zijn ook steeds groter geworden, dus de impact die zo'n groot scherm op jou heeft, de lichtimpact die het op jouw brein heeft, is natuurlijk ook gigantisch toegenomen in vergelijking met vroeger. Iets wat me ook is opgevallen in de afgelopen jaren, is dat de beelden steeds sneller worden gemonteerd. Er is steeds minder rust op tv. De beelden gaan steeds sneller over het beeldscherm heen. Nou, dat is om een simpele reden gedaan om de boodschap zo snel mogelijk bij jou naar binnen te krijgen. Om de producten, om de ideeën zo snel mogelijk bij jou naar binnen te krijgen. Het is aan jou de keuze om daar wel of niet mee te gaan. Mijn idee is... Waarom zou je meedoen aan waarom zou je openstaan voor boodschappen, voor dingen die je zou moeten kopen terwijl je eigenlijk de behoefte van eerste instantie niet hebt en je ze na tv kijken dus wel krijgt? Zoals ik zei, die grote schermen die geven zoveel licht en het komt allemaal jouw je ogen binnen en daarmee direct ook in je hersenen. En die branden daar als het ware in jouw hersenen boodschappen. Ja, je moet je voorstellen als jij 4, 5 uur lang die boodschappen binnenlaat.
wat is er nog over van je eigen functioneren van je brein? Hè, waar is de eigen creativiteit die je brein normaal gesproken bezighoudt? Nou, als je dus stopt met tv kijken, zou je dus ook merken dat, dat je veel meer ruimte krijgt voor creativiteit. Dat je veel meer ruimte in je hoofd krijgt om zelf dingen te gaan bedenken, om meer dingen te gaan ondernemen. Moet je je voorstellen wat een winst als jij voorheen 3 of 4 uur per avond tv keek en je nu dus gewoon 3 uur per avond over hebt. Wat je daarin kunt doen. Je kan een cursus gaan doen, je kan een nieuwe taal leren, je kan gaan sporten, een sport die je leuk vindt. Je kan je familie opzoeken, je kan gaan fietsen, je kan gaan wandelen. 3 uur, dat is 21 uur per week, dus een volledige dag die je voor jezelf besteden hebt. En ja, tv kijken is ook gewoon stom, want waarom naar het leven van een ander kijken als je je eigen leven kunt gaan leiden? De meeste tv-programma's gaan over iemand anders, gaan over het interessant leven van iemand anders. Waarom zou je daar naar willen kijken? Waarom zou je vanuit bank, vanuit je gedrogeerde positie willen kijken naar een ander mans leven, terwijl je je eigen leven hoort te leiden? Terwijl je zelf dingen hoort te ervaren. TV is geen ervaring. TV is puur en alleen je hersenen openzetten en binnensluizen. Dat is niks. Je leert daar helemaal niks van. Je lichaam en geest moeten geprikkeld worden door activiteiten die in het hier en nu plaatsvinden. En die echt zijn. Die pijn doen of die verdriet geven. Of die jou iets leren. Oké, ik ga er pas nog een keer een blog over overhouden. Fout voor nu even belaten. En het is natuurlijk wel leuk dat we hier voor de TV-toren van Berlijn staan. En het is nog een beetje te passen. Oké, tot de volgende keer.